Hallo jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb jullie gezegd dat ik elke vrijdag weer ga uploaden, dus dat ga ik ook doen. Ik heb nu even een eiwitshake gemaakt, vanille shake met kaneel en banaan. Oh my god, echt guys, geloof me, dit is zo lekker. Met wat? Ik kan nu even eten maken voor deze man hier. En ja, ik heb nieuw haar. Wat vinden jullie van deze kleur? It's giving bad bee. I love it. Eventjes een nieuwe vibe, even een nieuwe look. Ik had even zin om gewoon een andere kleur te zetten. Dat is deze kleur. Dus ik kan even eten maken voor DAF en dan ga ik daarna naar werk. Hallo jongens, ik ben net klaar met werk. En ik denk dat jullie alles ook wel online hebben gezien van al deze heisa. Nou, laat ik beginnen met mensen zeggen dat ik kinderachtig ben door dit online te zetten. Gewoon heel eerlijk, als je gewoon heel eerlijk bent. Stel je bent aan het scrollen, Insta, en je ziet opeens een hele lap tekst over jezelf staan. Met allemaal bullshit. Iets wat je ook nog eens privé hebt besproken. En het dan opeens na 2 maanden online ziet. Zeg mij dat je gewoon niet zou reageren, want dan lieg je echt. Als er iets is waar ik mij aan irriteer, dan... Als ik dat wil zeggen, dan zeg ik dat. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Het is ook echt kut dat, zeg maar, zo kort op elkaar zoveel negativiteit is. En de mensen die me echt kennen weten dat ik nooit reageer onder topics. Alleen onder positieve topics reageer ik altijd. Als mensen lieve dingen zeggen, ik reageer nooit onder topics. Dus als ik dat doe, moet je ook gewoon weten dat dat gewoon terecht is. Voor de rest wil ik ook eigenlijk niet echt veel woorden meer aan vuil maken. Het is wat het is, het had anders gekund. Maar ja, hè. Ik ga nu naar huis rijden, het regent. En kijk hoe lief, Noorden heeft een appeltaart voor me meegenomen. Terwijl ik hem zo vaak zeg dat ik probeer af te vallen. Komt die poelen met de appeltaart. Maar het gebaar is lief. Dus ik zal hem ook opeten. Hallo jongens, het is een nieuwe dag. Ik ben helemaal vergeten te filmen. Maar ik had dus net een boeketje gehaald. Echt een hele mooie boeket. Helemaal vergeten te filmen. Maar oké. Want de vriendin van mij voelde zich een beetje down. En ik dacht, laat me haar verrassen en een boeketje brengen. Alleen mijn tank was dus net helemaal leeg. En ik zat helemaal te stressen. Want ik kon nog 2 kilometer rijden en het tankstation was 10 kilometer verderop. Dus ik was helemaal aan het stressen. Oh mijn god, ga ik het halen? Half huilen. Maar ik heb het gered. Ik wou nog ook eventjes bij de blijven om te chillen. Maar ik moet dus naar werk. Nee, ik ben heel blij met mijn werk. Maar ik moet dus naar werk en ik heb dus een vergadering. En ik was dus helemaal vergeten. Dus toen ik daar was, keek ik op mijn telefoon. Vergadering. Nou, ik moest gelijk weg. Helaas, maar ik zie haar gelukkig... Over 3 dagen is er, want dan is Eden zijn verjaardag. En dat ga ik ook allemaal voor jullie filmen. Dat is waarschijnlijk niet deze vlog, want wanneer de vlog online is, de volgende dag is Eden zijn verjaardag. Dus ja, in de volgende vlog ga ik jullie helemaal meenemen met Eden zijn verjaardag, met de opbouw en alle dingetjes. Nou, over 40 minuten ben ik op mijn werk en ik moet er om 2:30 zijn. En ik kom 34 aan. En het is ook nog in een parkeergarage. Dus ik ben waarschijnlijk 10 minuten te laat. Dat ook nog eens. Zo, ik ben thuis van werk. En ik sta weer in de keuken. Ik ga even iets koken. Even snel. Even een gerecht zonder vlees. Ik ga aubergine maken. Met tomaat en... wat is het nou? En quinoa. Ik ga eventjes gezond. Geen vlees. Even een snelle slik. Oh, ja, een snelle slik. Dit is echt binnen 10 minuutjes gemaakt. Je snijdt eerst de tomaat. Dat doe je met knoflook. Een beetje sojasaus. En groentebouillon. En daarna doe je een beetje water erbij. Tomatenpuree en aubergine. En dit dan met quinoa is echt zo lekker. Chef Kees. Echt leven met kind. Niet doen! Ik ben dat ding tegen mijn voet aan. Auw. The end results. Love it, love it, love it. Het is bijna jarig. En ik heb op Amazon allemaal kleine tractatiedingetjes gehaald. En iedereen is nu mee aan het spelen. Dit dingetje heb ik erin gedaan. Afblijven nou. En allemaal kleurboekjes. Met krijtjes. Dus dat is echt super leuk. En nu afblijven ieder. Echt. Ik heb dit te graaien in dat ding. Ik heb het helemaal opengemaakt. Niet doen. Hey, Douw, niet doen, niet doen. We gaan slapen, hè? Nee, moet je wel echt je veiligheid. Je moet wel echt je afstand houden voordat je helemaal geen ogen gaat doen. Niet doen, niet doen, schatje. Het gaat het vallen, hè? Niet doen, niet doen. Oh, als ik 1 euro krijg voor elke keer dat ik heb gezegd niet doen, was ik nu echt multimiljonair. Niet doen, niet doen. Hey! Maar dit kind luistert niet, hè? Hij weet dat hij niet mag. Oh, nou, ik ga even zijn pyjama aandoen. Ik ga nog even een boekje lezen, hè? Boekje lezen en dan slaap hij, hè? Dit kind naar bed brengen is echt een drama. Wat ga je zeggen? Wauw. 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 Kijk, hij probeert het op, hè? Hij wacht tot ik ga schreeuwen. Want hij wil er overheen. Hey! Niet doen! Ja, hij weet wanneer hij moet luisteren. Auw, niet kruipen! Het kind kruipt zo... Eden! Het kind kruipt zo hard, hè. Nou, ik ben echt kapot van deze dag. Ik ga straks... Nee, niet straks. Ik ga denk ik morgen die tractaties maken. Want ik moet nog bij de winkel... een paar dierenkoekjes of iets halen. Wat erin kan. Wauw! Wat zie je wat wauw is? Wat is wauw? Ik weet ook echt niet wat ik met mijn leven moet. Ken je dat? Dat het huisuitering zo is. Je moet allemaal dingen doen voor werk of school of zo. Je weet gewoon niet waar je moet beginnen, dus begin je gewoon aan niks. Dat is echt mijn leven gewoon. Ik ga slapen en dan denk ik dat mijn problemen zijn opgelost. Daar moet ik echt mee kappen. Ik kijk nog steeds naar je, hè? Gaat hij weer. Hij slaapt. Ik kon ook weer verder met mijn dingen. Oh, ik ben gelijk kapot, joh. Ik weet ook niet meer wat ik wou doen. Oh, ik wou die serie verder kijken. Nou, ik ben die serie aan het kijken. Van die man met 1000 kinderen, weet je? Die is helemaal lijp geworden. Je zou toch ook niet verwachten dat zulke gekke dingen in Nederland gebeuren? Ik schrik er wel van, hoor. Ik ben helemaal hyped. Ik ga de tractaties maken voor Eden. Kijk, ik heb allemaal dingen gekocht. En dit is gewoon echt mijn girl therapy. Krijtjes. Van die dingetjes waar Eden gisteren aan het spelen was. Kleurboekjes, stickertjes. Nou, helemaal leuk. Nu allemaal uitgeklapt. En kijk even hoe cute ze allemaal zijn, hè. Schaapjes, paardjes, varken, hond. Heel cutie. Oké, voor de grote kindjes heb ik dus kleurplaatboekjes. Je kunt ze in kleuren. En voor de baby's heb ik dus... Eden vond ze heel leuk, dus ze zijn goedgekeurd. En ik heb ook van die stuiterbal slijm, waar dus geen giftige stoffen in zitten. Nou, die krijgen ze ook gezellig bij. Nou, ik ben nu alles aan het vouwen. Mijn goed, hè. Daar heb je echt moeite mee, hoor. Feels like a PR package. I be also. The halloumi. Dus eerst voor de handvaten aan elkaar. Kijk, ik trip dus een beetje, want je hebt hier van die flapjes. Die moeten dan toch zo gewoon in elkaar, of moet er eentje eroverheen? Oh, het moet er overheen volgens mij. Ja, het moet er overheen. Zo dom. Ze zijn allemaal handen gevouwen. Of niet? Of toch niet? Hoe gaat het niet? Ja, zo ziet het er wel legit uit, toch? Ja, of nee, toch dat flapje naar binnen. Ja, toch naar binnen. Het ziet er zo gezellig uit hier met al die boerderijdieren. Ik ga die straks even filmen als ik klaar ben. Ik ga ze nu even allemaal dichtvouwen. Ik moet ook naar werk. Ik weet ook echt niet waarom ik heb lopen haasten met dit. Want ik kon dit ook gewoon in de avond doen. Maar ik was zo hyped. om de tractaties te maken. Ja, ik ben gewoon zo zielig. Zie maar. Nou, ik ga je straks die end result laten zien. Ze zijn ready. Oh my god, wat cutie. Zo schattig. Wie ik, hè? Nee, niet jij. Hé, hey, later heb ik. Later pik. Nou, dit zijn ze geworden. Waarom? Dit is toch een ezel? Of trip ik nou? Waarom staan er wortels? Ja, ezels zullen ongetwijfeld ook wel wortels eten. Vandaag is de video met de Porsche weg en we hebben twee autootjes. En dit is gewoon echt een hele schattige mini-auto. En die heb ik eigenlijk nooit aan jullie laten zien. Deze hebben we gewoon voor haar stijl. We hebben alle twee een andere afspraak. Dat we altijd gewoon kunnen bewegen. En dit is gewoon een prima autootje. Kijk nou hoe cutie. Nou jongens, dit was alweer mijn vlog van vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En volgende week staat de vlog online van Eden zijn B-Day. Het wordt echt super leuk. En ik hoop dat jullie dan de volgende video weer gaan kijken. Doei doei!